Aas Glory was er ook een heel ander mooie event wat uh, bezig was. Ik zag op jouw Instagram dat je aanwezig was. Ja, klopt. Jij was ook aanwezig. Hoe was die vent ten eerste? Dat wil ik weten. En Fusion, ja, was leuk. Ik was zaterdag en zondag aanwezig. Zaterdag om met mijn topinterviewer uh, wat leuke vechters en wat de upcoming talents uh, te gaan interviewen. Hartstikke leuk. We hebben ook gekeken naar de wedstrijden. Ik vond het heel leuk. Het was een leuk sfeer. Iedereen was uh, pittig aanwezig met uh, het aanmoedigen ervan. Ja. Ja, en zondag was ik ook aanwezig om uh, bij iemand in de hoek te staan. En te helpen met zijn voorbereiding. En dat is. Chavaro, gaan we het zo meteen okay. over hebben. Mooi. Het uh, was hartstikke leuk om wel ook weer leuk ja, om te doen. En ik vond een uh, hele leuke partijen hebben. Ja, ik vond uh, het weekend en Fusion vond ik echt. Uh... Kreeg je zelf geen honger om ook even weer de ring in te gaan? Natuurlijk, ja, als oh, je daar okay. staat en je ziet een wedstrijd. Ik, als ik al Glory kijk, gewoon een wedstrijd op tv, dan denk ik, ah, oh, ik wil ook. Ja, toch? En tuurlijk zie je altijd vanaf. Het beeld buiten van, oh je moet dit doen, je moet dat doen, maar ja. Indruk... Maar die vijfste beginnen toch ergens te jeuken? Tuurlijk jeukt het. Het zal altijd blijven jeuken, denk ik. Ik denk als ik niet meer kan vechten, dat het ook nog steeds jeukt. Maar ja, toch? Ja. Dan ga je trainen. Ja. Dan gaan we direct even door gewoon naar het event. Ja, is goed. Want we hadden vorige aflevering hier iemand te gast. Ik wil haar ten eerste feliciteren. Iedereen, hier feliciteert haar. Marike Kales is wereldkampioen geworden. Ja. Hoe keek jij daarnaar? Want je hebt het live gezien. Ja, ik, uh, ik had wel zo'n vermoeden dat ze er zou pakken. Uh, ze heeft al eerder tegen haar gevochten in de B-klasse, toen had ze één keer acht tellen gegeven. Dus we zeiden, oké, okay, nu gaan we voor meerdere acht tellen, of we gaan nu voor die knockouts. Mm -hmm. En uh, die zijn er ook gekomen, er zijn drie keer acht tellen geweest. Heb je de trainingen mee mogen maken van haar? Tuurlijk, ik train, uh, ik train ik, ja, we hebben elkaar, ik zou eigenlijk ook volgende week moeten vechten. Mm -hmm. Dus we hebben elkaar geholpen in de voorbereidingen. En hoe zwaar en, uh, waren de voorbereidingen? Ja, gewoon pittig. En uh, maar ja, we vinden de sport leuk. En het is leuk om te doen. Dus we staan er met plezier ook op de mat. Tuurlijk heb je soms off days. Maar ik denk dat iedereen die heeft. Tuurlijk heb je off days. Maar wanneer je dit doel ziet. Dan wanneer ik je hand zeggen, omhoog wordt gehouden. Ja. En hoort nieuw. Dan uh, kom op, dat nou ja. is alles het waard. Ik zag ook een bericht dat ze echt, Yuri Mes bedankte voor. Vijf uh, en een half jaar ze, was ze ja. mee bezig, al hard aan trainen, bloed, zweet en tranen. Ik vond het een heel mooi emotioneel bericht, omdat je daar ook echt leest wat het heeft gekost voor vechters. Om daar te komen met Maar hun zijn ze samen ook wel echt, echt gewoon dit. Gewoon dit. Uh... Ja, hoe ik eigenlijk dan met Mike Ben is zij echt met Yuri dat. Dus dat is mooi om te zien. Samen zijn ze door het vuur gegaan. Hij is ook elke training aanwezig bij er, uh, elke wedstrijd. Uh, I, je, dus Dat is gewoon mooi om te zien. En ik denk als jouw pupil dan dit behaalt, terwijl je hier door het vuur gaat met elkaar. En hmm. dat ja, is gewoon niet te omschrijven. Het is echt een geweldig gevoel. Dus ik kan haar gevoel honderd procent begrijpen. Je ging weg met de meegenieten. Hè? Ja, ja, drie keer aftellen en haar stoten kwamen aan. Ik moet wel eerlijk zijn. De scheidsrechter kwam wel echt af en toe snel tussen. En ik denk van deze had je best door mogen laten gaan, want dan had het gewoon een. Een bloedmooie knock-out geweest. Ja, want ik zag dat de scheids bij die eerste knock-out. kwam direct er tussen. Hij kwam er al tussen ja. toen, ze, toen die stoter er eigenlijk nog was, zou ik maar zeggen. Ja, en... en ik had zoiets kom op man, geef haar gun dan ook een knock-out, weet je. Ik, bedoel, ik snap het, je wilt mensen beschermen, blablabla. Bla, bla, bla. Maar we zijn niet aan het dammen hè, in nee, de ring. Nee. Maar misschien voor die scheids zag je al die kracht aankomen in de genedelaar. Ja, maar alsnog. bedoel, bij sommige organisaties krijg je de fight of the night ja. bonussen. KO of the night mm. bonussen. En dit haalt de krachten van weg dus? Dit haalt het wel weg, dat je denkt, ja, weet je, bedoel, natuurlijk je wil winnen op een mooie knockout. En dat wou ze ook, en daar traint ze hard voor. En ze heeft toch een mooie partij neergezet, toch? Ze is zwaar gedomineerd. Dus ze zijn allemaal trots op haar? Zeker, ja, zeker. Jullie hadden nou, Melanie heeft haar gezien, maar ik was echt, ik, ik schrok. <laughs> ik zat in de kleedkamer. De manier waarop zij op de pets uh, uh, stoot en trapt. Deze meid is zo, zo krachtig en explosief. Je kan je niet voorstellen hoe hard zij stoot, hoe, hoeveel kracht en explosiviteit en snelheid achter die stoot en trappen zit. Ik meen het. Ik overdrijf het niet. Dit is echt wereldniveau kickboxer. Ja. Dit is echt, ik meen het. Geloof mij, zij moeten, ik zei het ook in de kleedkamer, zij moeten een wedstrijd maken, Marieke, tegen een wereldbekende bokser. Want zij, zij hoort op dat niveau. Hier vechten ze voor niks bij die organisaties. Zij hoort tegen echt topniveau vechters te vechten. Zij is echt fantastisch. Ik meen het. Ja. Hoe zij stoot en trapt. En hoe atletisch en sterk zij is. Zij is een moordenaar. Geef haar Katie Taylor. Geef haar een topniveau bokser. Zij hoort bij dat niveau, op dat niveau. Misschien is het een bokspartij. Geen probleem. Zij kan keihard stoten. Ja. Ik vond haar echt brutaal. En die tegenstander was gewoon een nedeers. Een vrouwelijke nedeers. Zo, ze nee bleef doorgaan. Ja. Die ze tegenstander... Alles. Oh. Die tegenstander heeft... Zoveel klappen geïncasseerd. Zij had geen antwoord op, op niks wat, wat, wat uh, uh, Marike gooide. Maar wat ik bedoel, dit is. Ja, hard. Haar hard. echt een en het was gewoon een lopen, echt een nee-diers. Gewoon vooruitlopen. Incursieren, incursieren, vooruitlopen. Gewoon een Homer Simpson was het maar. Veel respect voor de tegenstanders, hij gaf haar best. Ja. Marieke is een wereldniveau vechter en ik meen het. Dus ja. ze hebben echt een partij publiek gegeven als ik het zo hoor. Ja. ja. Het publiek heeft behoorlijk genoten. Jazeker. Ja, ja, ik vind het ook leuk dat je echt zo enthousiast over Marike praat, weet je. En dat, is, dat maakt het nog leuker. Dus Marike, hoor je wat Theodore zegt? Hij mm. wil je graag zien boksen. Nee, maar dit moet ik ook zeggen. Ik bedoel, dit is een... misschien kennen mensen nog niet heel veel over haar, maar... Het is... ja. Deze moet je echt in de gaten houden. Ja? 100%. Ja, ik heb het al de hele tijd gezegd uh, tegen Jorina Baars, want ik denk echt dat zij een zware kans maakt. Ja, maar, maar, maar oké, okay. maak die wedstrijd tegen Jorina, weet je, dat is ook, Jorina is ook een topvechter. Daarom. Volgens mij de, werd gezien... Een van nu van de beste op dat de gewicht. Punt punt ja. ...van de vrouwen, mm. maar, maar wat ik bedoel is... Marike moet, moet met grote namen vechten. In ja, het maar buitenland, dat het, ja. in Amerika. Geef haar een beetje dat... van Zand of zoiets. of misschien. Ja, dus dat gewicht is voor jou. Maar nee, gewicht is geen <laughs> probleem. Geef Marike de grote namen. Zij verdient dat. Zij is echt een top, ik meen het. En topatleet. Zij is echt gewoon zo gefocust op, wat, haar, op haar doelen: qua eten, qua alles, slaap, werk. Echt, ja. Zij weet wat hard werken is. Gewoon ja. Zij is het product van hard werken en daarom dat ze ook de belt heeft. Ja, ja. zeker. Dit zie je, alles wat zij voor heeft gelaten. Je ziet dat het loont. Dus bij deze nogmaals, Marieke, gefeliciteerd van zeker. ons allemaal. Je hebt een toppartij neergezet. En uh, ik hoop de volgende partij dat je die belt nog echt extremer met lock <laughs> gaat verdedigen. Maar heel mooi gevochten, echt waar. Echt waar, mooi gedaan. Gaan we door naar het volgende. Jafaro Gezius. Ja, Gezius, ja. Jij uh, bent je vaderstondje in de ring. Ja, hij klopt. Heeft, ja een beetje je in de Ja, bij, ja. In, de, in de kooi, ja, bij Breiv. Ja. Hoe heb je dat beleefd? Ja, leuk. Ja, ik heb natuurlijk ook een paar MMA-partijen uh, op mijn naam staan. En hij is echt uh, niet zo heel lang aan het trainen, ook, trouwens. Dat dus is niet zo lang. Ik denk nu ongeveer anderhalf jaar, ja, Echt? Nee, nee, joh. Ja, zoiets. Echt, ja. Maar deze jongen is gewoon een knokker in hart en nieren. Deze komt gewoon naar de gym, komt om te vechten. Ik moet ook wel lachen af en toe, want hij stond achter het doek om op te komen. En zegt, het is gewoon een spanningswedstrijd. Hij heeft totaal geen nervositeit, niks. Hij heeft er gewoon zin in. Hij ja, vindt het gewonnen. leuk. Het is gewoon echt een strijder in hart en nieren. Uh, hij heeft gewonnen? Hij heeft zwaar gewonnen. Eerste ronde knock-out. Heel mooi. Echt uh, Mike zei het op een gegeven moment. Want hij werd wel... Hij kreeg wat takedowns. Ja. Dus daar moeten we gewoon nog even aan werken. Hij had bijna een armklem. Alleen dat zijn net even die kleine dingetjes. Technische... Wat even verbeterd moet gaan worden. Wat we aangesleuteld moeten. Maar op een gegeven moment hij kwam naar boven. Hij kon weer opstaan. De tegenstander was back off. Omdat ja. hij gewoon moe was van het iemand op de grond houden. Is Komt gewoon heel zwaar. Stond echt nog maar 30, 20 seconden op de klok. En toen zei Mike ook: blijf nog wel rustig. En toen zei Mike: lange rechteropstoot. Nou, die zat erop. Bong. En toen zag je hem wankelen. En toen nog even een rechterhoek zo eraf overheen. Toen zakte hij op de knieën, toen is Javaru meteen opgedoken nou, en paar stoten, toen kwam de scheidsrechter. tussen. En hoe zaten jullie in de hoek te juichen? Tuurlijk, ja. Gek, hè? Ja, je bent blijver zo'n jongen. Dat, uh, hij is pas 19 jaar echt een goede. Uh... Nu al een uh, behoorlijk lichaam. Zeker, goede body, dus uh, 19 jaar. En uh, ja, ik, uh, ik zie hem echt ver komen. Theodor, nog iets aan toe te voegen? Ja, ik zag hem op de zaterdag, want hij moest dus op zondag vechten. Op zaterdag was hij aanwezig met Chico, met Zerkan. Hele lange jongen is dat. Echt goede frame heeft hij. Wel ook een grappenmakker. Ja. Weet je, de um, dag voor de wedstrijd was hij echt super los, super ontspannen. Weet je wel. Dus um, ik denk dat die jongen wel de mentaliteit heeft. Ik ken hem niet zo goed, maar van wat ik weet, weet je, die jongen heeft ook dingen meegemaakt. Dus ik denk, je kan nooit een topniveau vechter worden als jij niks hebt meegemaakt. Om een goede vechter te kunnen worden, moet je een bepaalde achtergrond hebben. En achtergrond heb ik het niet over uh, kickbox, MMA, weet ik veel. Het gaat om. Dingen meemaken in je persoonlijke leven. Dus zeker. die jongen is maar 19, ja. zeg jij? Ja, dus ja, echt. het is heel interessant om. hoe ver hij het gaat schoppen. Ik hoop dat hij gewoon het goede pad blijft volgen. En uh, sky is the Limit, ja, ja. Dit is echt een getalenteerde jongen. Ja, Fink deze moet safe. je zeker in de gaten houden. Nou, hem in de ja. gaten. Jullie horen het weer, kijkers. We moeten veel in de gaten houden. We hebben het, by the way, over de Event Brave. Dus de hele mooie gevechten, daar heeft je vader gevochten. En Nabil had daar ook gevochten. Klopt. Ja. Ik uh, vond het uh, jammer om te zien. Jammer dat hij zijn uh, winningstreek heeft. Uh... Helaas, maar dit is het spelletje: dit is MMA. Daar mag alles. Je mag iemand naar de grond halen. En inderdaad, Nabil heeft wel echt gestreden tot het maar einde. Hij heeft echt, echt gestreden. respect. Hij bleef gaan voor die knockout Want hij wist op een gegeven moment, vooral de derde ronde: ik ga dit niet meer winnen op punten. Wat ja. ook logisch is. Maar hij bleef gaan voor die knockout En hij was zo graag. Het staand gevecht aangaan. Ja, maar dus zijn tegenstander wist zo die goed dat hij Ja, ja maar ook... Hij bleef plakken, ook mm -hmm. als Nabil dan weer. Want hij kwam af en toe wel echt even eruit. Hè, en dan stond hij weer op, maar die tegenstander had weer even die voet vast. Hè, pop, ja. En uh, dan dus ging hij weer. Al en Nabil kreeg hem ook op zijn lichaam. Ook dat. En wat wel was, ik weet niet of het bij de eerste ronde was. Uh, de bel ging al. Um, toen kreeg hij nog even een elleboog, ja, waardoor ja. hij een cut kreeg. En dat is dan wel weer jammer, maar ja, in the heat of the moment. ...blijf je doorgaan en dat zijn dan weer de dingen dat de scheidsrechter er wel even toch sneller tussenin moet springen. Je kan niet verwachten dat een vechter iets hoort. Nee, absoluut niet. ben dus je als scheidsrechter. Je de... bent helemaal in adrenaline en ja. dan ga je door. We hebben het vaker gezien, je nee, kan niet iedereen blamen. Maar, denk je dat hij goed terug gaat komen, Biel uit dit? Ja, zeker. Kijk, de jongen is, uh, het is een brutale vechter. Het is gewoon een kleine Mike Tyson en ik vind hem echt een leuke vechter om naar te kijken. Hij kan goed praten. Hij is wel eens hier geweest bij Remy. Zeker. Eigenlijk de eerste keer dat wij Remy hadden ontmoet. Ja, was, dan hij, was hij ook geweest. hier inderdaad. Precies. Dus het is een jongen die heel goed kan praten. Agressieve vechter. Kleine Mike Tyson, wat ik zei. mokro Mafia, ja. <laughs> Daar heeft hij da daar ook mee gedaan. En, uh, ja, weet je, kijk. Aan het, de serie. Uh, de serie, populaire serie. Ja. Aan de serie. Aan <laughs> de serie. mokro de serie. Maar kijk, nee, de jongen is, hij heeft heel veel potentie. En hij heeft, uh, hij heeft ook andere zakken die goed lopen. Uh, niks met Mokromafia, he. nee. hij heeft echt legale goede zakken. dus hij doet het super goed in zijn persoonlijke leven. Alleen, weet je wat, is? hier in West-Europa hebben we geen goede voorstelaars. Ah, okay. Hier is het heel moeilijk om voorstellen aan, aan te leren. Kijk, ik heb toen ik zelf nog volgde jaren terug en um, ik was wel fysiek sterk, dus ik, ik, ik vond wel dat ik goed kon voorstellen. Of tenminste mijn takedown defense was, was goed. Ik was in Bulgarije voor twee weken op vakantie en ik ging naar een lo lokale sportschool met, met een... Onbekende mensen te trainen. Een man die 46 was. Ik was toen 24, hij was 46. Hij was iets zwaarder dan ik. Wij gingen worstelen. Deze man heeft gewoon mijn rug gebroken. Het was gewoon alsof een vader met zijn kind speelde. En ik heb hier in Nederland heb ik nooit meegemaakt dat iemand zo sterk was. Dus wat ik hiermee bedoel is. Mensen in Oost-Europa, in Rusland, Boegarije en al die landen. Ten eerste de kracht, de techniek, de kleine details in het worstelen. Dat, daar hebben. Hier in Nederland. Nu hebben die Jiu Jitsu mania, maar geloof maar, een stabiele goede worstelaar uit, uit het Oostblok gaat jou breken. Ik, Ik mijn mening het. echt voor Nabil is even nu even gewoon rust, een beetje rust bewaren, even bijkomen naar alles. Ik denk wel dat dat, of met zijn team, of alleen. Ga naar Thailand toe misschien. Daar heb je hele goede MMA gyms. En dan ook het Mu Thai, wat je erbij kan leren. Of ga naar Amerika wel. toe. Ga worstelen. Dat is echt belangrijk nu ja. voor hem, inderdaad. Want ik vond het gewoon zonde. Hij is een topatleet, een, lief... top atleet, een ja, topvechter. Een topvechter. En zoals ik zei, we, we hebben hem toen ook ontmoet. Mm -hmm. Hele nette jongen ook in het echt. Heel rustig, ja, netjes. En in de ring een beest. En ik, hoop echt, ik hoop echt dat hij er gewoon twee keer, drie Klopt. keer sterker uitkwam. En ik ben het eens met jou. Ja. Laat hem even rust nemen. Even goed nadenken. Even wat nieuwe ja, trainings. een gameplan. Uh, begrijp je? Ja. Kijk wat Magadje zegt: brother, go to Triers, Dagestan. En dan ga je worstelen leren. En geloof me, dit is echt. Je moet echt tijd besteden aan worstelen. Ja. Maar hier in West-Europa is het echt moeilijk om dat aan te leren. Ja, maar weet je wat het ook is? Dan zeg je wel, het is moeilijk in West-Europa te leren. Het is zeker zo. Maar het is ook wat je soms merkt bij worstelaars, als ze één keer staand op moeten vechten tegen iemand die in Nederland heeft getraind, de mekka van kickboksen zie ja, ook dat het ook wel eens snel afgelopen kan zijn. Als ze drie legkicks krijgen, drie calfkicks, dan zie je ze ook wel Natuurlijk, Tuurlijk, even... alleen om wel te zeggen, het is MMA. Het is een allround game. Het Zeker. is niet alleen boksen en trappen. En dat is gewoon, wat je, je moet alles kennen. Natuurlijk, je hoeft niet op en top niveau te zijn op de grond hè, als een high level kickboxer, Maar je moet wel je takedown defense moeten on point zijn. En misschien één of twee submissions wat goed is en de defense daaruit komen. Dus wat heb jij tegen de kijkers te zeggen die eigenlijk zeggen: van ja, het was een saaie wedstrijd, gebeurde toch veel op de grond? Het is MMA. Oké. Okay, het is je MMA, je ja, het is dank MMA. Je wel. Alles, er komt alles bij kijken. En als zijn tegenstander heeft gewoon zo goed zijn gameplan gedaan. Dat is het. Hij weet het. Als hij met hem zou matten, dat hij ook oud zou liggen. Dat Je ziet het. Dus de tegenstander dacht: ...ja, wanneer ik uh, een stoot krijg en ik denk, nou, weet je wat, ik kan hem vastpakken en naar de grond trekken, doe ik dat. Ja. Dat zou iedereen doen. Elke borstelaar die tegen hem zou staan, trek je naar de grond. Niemand wil met Nabil staan. <laughs> Niemand wil met Nabil staan, je gaat neer. Ja. Dus uh, daar heb je echt gelijk. Dus steeds dan heeft een mooi... goede gameplay gedaan. Klaar Zeker, ik klaar. Het is gewoon mooi gevecht geweest, helaas voor Nabil. Nabil heeft echt lief, gestreden. Sterke, ja, echt gestreden. Oh. Maar ik hoop dat je er sterkere uitkomt en de volgende gevecht laat zien. Gewoon ons laten zien dat we weer gewoon super trots zijn. We zijn nog steeds trots, maar dat we nog trotser kunnen zijn. En je gaat er sterker uitkomen, dat geloven wij hier met z'n allen, toch of niet? Ja. Oké okay dan, dan gaan we door naar het volgende. Dan gaan we door naar Noach Blijden. Ook gewonnen. Ja. Mooie vlag weer natuurlijk. Hey, Suriname. En ik moet zeggen, ik heb het laatste interview met hem gedaan ik heb hem zien trainen. Deze jongen traint harder. Deze, ik moet zeggen, ik ben bij kickbox trainingen geweest. Maar MMA is toch wel een ander spelletje. Ja, De duidelijk. trainingen. Uh, uh, ik had zoveel over. Kijk, ik raak zo enthousiast. Ik weet, maar het gaat zo anders dan kickbox. Zo anders ook... eraan toe. De ground game, de oefeningen, weet je. Dat, je. Het sparren is daar heel anders. Je, je ligt al zo. Of weet je, ze beginnen al in een top mount positie. En dan moet je daar uit proberen te komen. En... Het is gewoon een heel ander spelletje. Ik vond het mooi om te zien hoe uh, hij daar aan het trainen was bij Impact Fit. En ik vind het de topvechter. Hij heeft ook weer mooi gewonnen. Eerste ronde. Wat ja. vonden jullie daarvan? Ik vond het leuk om te laten zien. Ja, het, het eerste ronde uh, knock-out. Mooi toch? Zeker, tuurlijk. Zeker iemand trots. die heel wat meer ervaren dan Ook was. dat. En deze wedstrijd was al eerder gepland, hè? Ja. Stond al eerder gepland. En dat werd uh, toen uitgesteld. En nu stond hij er. En ze hadden wat, wat jij dan van houdt. Lekker uh, dat uh, over en weer praten tegen elkaar. Dat zag je ook heel leuk bij Breef. Dus dat vond ik leuk om te zien, dat ze een beetje van die woordenwisselingen hadden. En uiteindelijk, nou ja, Noah heeft hem gewoon even zijn mond gesnoerd. Echt uh, ja. goed ook. Ja, zeker. Goed ook. Denk nou, ja, het, kijk, um, ja, het is hem zeker gegrond. Uh, ja, het is een goede vechter. Hij heeft ook kickboxachtig Het is uh, wat je zegt. Hoe, hoe, en, kijk, weet je wat het is? Mensen, ik zou zeggen, boksen, kickboxen en MMA zijn allemaal ontzettend hard. En kijk, bijvoorbeeld wat je uitlegt in MMA. Natuurlijk, in de training ga je in bepaalde posities beginnen op de grond. Logisch. Maar ik vind elke vechtsport ontzettend hard en bijvoorbeeld veel mensen denken oh ik heb helemaal gevochten ellebogen trappen knieën stoten wat is boksen voor mij en dan belanden ze in een boksring tegen een echte bokser en dan beseffen ze dat ze echt in de problemen zitten dus ik vind wel kijk alle elke vechtsport is brutaal kickbox is ook brutaal die trappen die intensiteit in kickboxen de cardio die je nodig hebt om om, om te kunnen blijven vechten Nog dit 5 is 5 minuten lang ja, ja Precies dus, maar wat ik bedoel is respect voor Noah, het is hem zeker gegund, ik wil hem in de UFC zien, ik hoop dat hij via de Contender Series ook ja. daar kan komen. Um, veel respect voor hem, goede vechter en ja, veel succes. Ja, het was gewoon Thank echt you. een hele leuke, ja, heeft echt een leuke gala. Geluid, denk je dat hij in de UFC gaat redden? Jawel, ik denk wel dat, sowieso, geef hem de kans in de Contender Series. Vind ik ook. En vanuit daaruit gewoon verder gaan kijken, ja. Hij is een hongerige jongen. Hij ja. traint hard. Traint en, hard. Uh, uh, ziet er goed uit, dat is ook belangrijk. Goede persoonlijkheid. persoonlijkheid, praat goed. Ja. Ja. Maar ik bedoel, het is on ontzettend belangrijk om marketable te zijn. Hij ziet er super goed uit, gespeerd in shape, praat goed wat je zegt. Ja. En, en ik denk, kijk, bij LFL, Level of League hier in Nederland, hier kun je heel makkelijk naar de Contender Series. Want ja. je hebt nu alleen van de merk, je hebt de Userie allebei Contender Series. Dus hij vecht bij Brave. Ik hoop dat Brave goede connecties heeft met dat de UFC. je ja. hey, zijn grote vechters ook bij Brave. Ja, het net van, Ja, maar ik hoop dat, dat je van Brave naar de Contender Series makkelijk kan gaan. Dat, dat, je, dat, ja. dat die contacten goed uh, dat dat, het ze bestaan. Dus het is hem grond Hij heeft alles wat er nodig is. Dus Zeker. let's go Noah. Hij ja. maakt uh, leuke showtjes dit. By the way, ik heb een sketch met Noah gemaakt. Ga je check op Insta. Ik hoop dat jullie dat vinden. Maar ja, hij is echt een topgozer. En ik hoop dat hij zijn volgende partij weer gaat winnen. En uh, dat hij misschien binnenkort bij de UFC komt. Gaan wij door. Ja. ...naar Brendan Vos een ja. Fusion kampioen geworden. Hij is kampioen geworden inderdaad. Die vocht ook op uh, dezelfde dag op de zondag. Mm -hmm. dus dan was jij er niet bij. Hoe heb je ernaar gekeken? Ik uh, vond het heel leuk. Uh, ik heb de eerste twee rondes gezien... ...want bij de derde ronde moest ik uh, Javaro helpen. Mm. Uh, hij heeft tegen Jordi Laret gevochten. Ik heb met Jordi getraind vroeger bij Mike. Dus die trainen toen bij ons nu bij Serge Gym. Het was een leuke partij. Jordi kwam af en toe best wel goed door met zijn stoten. Maar uh, je zag wel dat Brendan er toch even iets meer wou. Dat, ja. Uh, ja, dat was gewoon wel echt. Uh... Ik hoorde ook van iemand dat Brandon had gezegd: van Als ik deze titel niet pak, dan stop ik ermee. Ik heb zo geen... hongerig was hij. Ja, ik denk dat hij zo hongerig was. En ja, hartstikke gefeliciteerd, Brandon. En, uh... Gefeliciteerd, Brandon, ja, ja, inderdaad. Zeker. Kampioen. ook kampioen bij Infusion. Ik bedoel, is dus niet niks. Uh, nee. Hij heeft ervoor gestreden. En Infusion begint ook echt een goede organisatie te worden. Ik heb bijna het gevoel dat er bijna betere vechters zijn. Niet boos worden sommige vechters, maar soms kijk ik met iets meer plezier naar Infusion nu tegenwoordig. Dat ja, maar ik wel. denk dat daar wel de talenten rondlopen die door kunnen groeien naar Glory of eventueel een andere hoog platform. Ja. Maar we gaan het natuurlijk ook uh, over uh, Isaac en Dooi. Sorry als ik je naam. Ja, laten we direct daarmee ja. doorgaan. Want die heeft gevochten op de zaterdag. Daar hebben wij ook een interview mee ge gehad na zijn partij. Niet zijn beste partij, vond ik ook zo. Leg uit, licht toe. Ja, ik vond het heel slordig. Heel slorde. Kijk, hij heeft uh, voor die partij bijna niet getraind. Hij was uh, op vakantie. Hij, weet, hij werd gebeld om in te vallen. En hij is iemand die altijd accepteert. Weet je, als het om knokken gaat, gaat hij knokken. Ja, dus Hij heeft het geaccepteerd. Kijk, het was een tegen Marokkaanse. Nou, Frans, Franse Marokkaan was die jongen. Um, dus um, ik heb ook met die jongen geprobeerd om te praten, maar hij kon geen Engels. Uh, Ze waren heel beleefd, heel netjes dat met wel. zijn team. Een hele goede gasten. Maar kijk, Isaac is een goede lange, lange jongen. Hij heeft tegen uh, Kazans gestaan die ja. bij Glory nu feest. Meestal houdt hij wel veel meer zijn afstand. Ja, klopt. Maar kijk, uh, conditioneel was Isaac niet, niet, nee, niet goed voorbereid. Hij. hij had te weinig getraind. Maar de jongen is lang. Hij, kan, hij maakt gebruik van alle technieken van trap, van knieën, van stoten. Um, het is echt een groot talent. En de jongen kan heel goed praten. Ja. Ik gaf hem de microfoon. Hij begon. Iedereen. Uh, hey hij noemde iedereen Poesies. Ik vond het echt leuk om, om te horen. Want kijk, dat is precies de manier waarop je moet praten. Als je, als je een naam wilt opbouwen voor jezelf, moet je um, ook op de microfoon scherp zijn. En dat, dat is hij zeker wel. Um, en over Brandon Vos gesproken, want um, Isaac wil heel graag tegen Brandon vechten. Dus ik ben heel benieuwd naar die wedstrijd. En Brandon is een ontzettend. Ik heb hem een keer gesproken bij Fusion Groningen drie, maand, drie vier maanden geleden. Toen had hij gewonnen, gewonnen van Lore, Lorenzo Guring. Mm -hmm. Brandon is zo'n nette, beleefde, Heel bescheiden waar, jongen. Ja. Uh, traint samen met Tijani. Tijani, die, Tijani is een fantastische teamgenoot die altijd komt om zijn, om zijn ja, teamgenoot klopt. te supporten. Ja. Maar Brandon tegen Isaac is een mooie partij om te zien. En ik denk dat is de partij die ze moeten maken bij ja, Fusion. Want daarom hebben we het ook eventjes erover, want we spraken Isaac naar, na zijn wedstrijd. Zei hij inderdaad uh, van, oh, Glory bla blablabla, ze zijn veel zijn poesies, dit dat. Um, dan moet je maar de interview gaan kijken natuurlijk, Theodore. Echt een uh, petje af, goed gedaan. Maar hij zei wel in die, wet, in die interview van, ik heb Brandon al zo vaak uitgedaagd en elke keer zei, is er wel weer iets en elke keer ze accepteert het nog niet. Dus en toen heb ik tegen Isaac gezegd, nou weet je wat? Wij gaan het wel voor ook bespreekbaar maken. Dus Brandon, mocht je kijken of iemand Isaac wil heel graag tegen je Fusion, maak deze partij. Just sign the contract. ja Sign the contract, big boy. <laughs> ja, ja. ja, toch? Meteen eerste titelvereniging. Hé, laten we hier gebeuren en dat de Warrior Clash direct bij Warrior Watch ook komt dan, toch? Ja. Yeah. Laten we gewoon een gekke hyper van maken. Zeker, let's Joren go. het kijken. Brandon tegen Isaac. Ja. Yeah. Warrior Clash hier. Ja. Yeah. Let's go. Let's, let's go. go, let's do it. Dus infusion. Hoppakee. Werk van maken. Ja. <laughs> yeah. Gaan we direct even door met wat minder goed nieuws. Uh, ik zag het, uh, ik hoorde het dus eerst van Ik zag het toen ook, uh, toen uh, zag ik het ook op Insta. Uh, Michael Babb. Ziek geworden helaas. Uh, ja. ja, ik vind het jammer om te horen. Het is... Uh, ja, hoe kijken we daarna, weet je? Top het, 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 het raakt me wel als iemand zo levendig is, vooral in zo'n sport. En je raakt ziek, je krijgt een ziekte die echt... Ja, kanker is niet het, het breedje. Ik heb, ik heb mensen in dichtbij gehad die uh, zijn overleden daaraan. Pas geleden nog iemand. En uh, anderhalve maand geleden, weet je. En dat voel je. En ik hoop dat hij er bovenop komt. En, ja, hoe zien jullie Michael Bab En kennen jullie hem? Nee, ik heb hem wel eens vaak meegemaakt natuurlijk. Hij was trainer bij Vosgym. Gym. Mm -hmm. uh, heel erg vaste trainer van Isis Verbeek. Dat zijn gewoon ook echt twee handen op één buik. Ja. Michael Bab ken ik altijd als lachen, uh, echt altijd alles geven voor de sport. En dat zie je nu ook natuurlijk wat die verhuizing naar Miami en alles. Dus het is heel, ja, het komt echt wel binnen dat hij inderdaad uh, ziek is geworden. Maar binnenkort, uh, wat jullie al zeiden, begint aan zijn chemo. Ja. Dus uh, ja. Er is gewoon nog een kans en uh, ik denk wel dat hij daar, gaat er gewoon tegen strijden. En, uh, ah, hij is een vechter hè? Hij is een vechter. Kijk, mensen zeggen altijd van als iemand overlijdt, uh, of iemand overleeft kanker, van oh, je hebt echt gevochten, maar wat als iemand overlijdt van kanker? Betekent dat dat iemand dan niet tegen heeft gevochten? Ik bedoel, het is gewoon een rotziekte en dat gun je gewoon niemand. Ik heb zelf ook baarmoeder als kanker gehad. Uh, gelukkig kan ik nog kinderen krijgen bij deze, voordat ik allemaal nee. die vragen krijg. Maar het is gewoon een rotziekte waar je op dat moment. Het komt altijd gewoon niet uit, nooit uit. Nee. Je wil er gewoon niks mee te maken hebben. En chemo is gewoon next level. En, uh... We wensen hem alle sterkte toe. Zeker, uh, echt alle sterkte. Ja, en uh, mocht er iets zijn, uh, laat het ons vooral weten. Zeker, zeker. Ja. Alle sterkte naar Michael Babb. Word snel beter, word snel krachtig. En echt van iedereen van Theodore, Melanie, Gerald, de Sienne, iedereen van de Warrior Code. Heel ja. veel sterkte en ja. heel veel liefde. En we zijn er voor je. Zeker. 100%. Ja. 100%. Ja, meer kan je niet doen. Gaan we even naar het laatste onderwerpje. Gaan we een beetje kort maar krachtig over hebben. Ik. Ja, begin maar. Ik vind gewoon de foto, zeg oh, maar, de R resolutie R van de foto, vind ik wel nee, mooi. 1998. <laughs> oh, nee. dus, 1998, 98, ja. terug met tijd. Nou, tijdens. waarom zijn die airpods... Ja, ik dacht dan? eerst dat dat van Mike Tyson tegen iemand van <laughs> 1993... Nee, nee, nee. nee. Maar, uh, kijk, ja, wat moet ik zeggen? Kijk, Joshua, weet je wat hij is met en Joshua? Hij is fysiek gezegend, maar bij hem, wat je wel merkt, is soms komt hij... Het ligt heel erg aan hoe hij heeft geslapen die avond. Kijk, als hij. Oh, ja, bij hem is het tussendoor. Kijk, als, als de scherpe, sterke Anthony Joshua opkomt dagen, is het, wordt het een slechte avond voor de tegenstander. Maar dit keer was die Joshua niet aanwezig. Hij was, hij was afwezig. De trainer van Dubois zegt ook: toen Joshua de ring instapte, zag ik in zijn ogen. Hij, hij besefte shit, man. Ik wil niet hier zijn. Dat zegt de trainer van Dubois. Ja. En kijk, Joshua kreeg. Uh, het werd ontzettend moeilijk in de eerste ronde. En kijk, als je eenmaal aangeslagen bent, is het heel moeilijk. Vooral bij die zwaargewichten, met dat gewicht en met die klappen, is het heel moeilijk om, om te herstellen. Dus hij kon niet herstellen. Alsnog heeft hij veel karakter getoond. Hij vocht tot het einde. Maar uiteindelijk. Eigenlijk, Joshua had wel. Joshua was op het punt om Dubois nogal te slaan. En toen kwam die directe nou, stop angstotus. precies hier op de kak en toen was het good night. Oké, okay, dan ga ik je één ding vragen. Kijk naar alle afgelopen wedstrijden van Joshua. Ja. Yeah. Is een beetje wat de afgelopen tijd is gebeurd. Ja. Yeah. Gaat hij nog kampioen ooit kunnen worden? Nee, ik denk kijk Joshua hij was wel aan de top komen. Kijk, hij is 2017 toen had hij toen tegen Klitschko gewonnen. Dit is een van de mooiste bo bokspartijen die ik ooit heb gezien. Ik kijk het toen live met mijn vader, met mijn moeder, weet ik nog. Maar Joshua na die wedstrijd, hij is nooit meer dezelfde Joshua geweest. Hoewel hij toen won, daarna was hij niet overtuigend. Wat met tegen Andy Ruiz gebeurde, die twee partijen waren ook niet overtuigend. En nu de laatste vier partijen had hij gewonnen en de laatste twee op KO. Vooral tegen Gamel, wat hij Zo deed direct. met die ja. tractor directe. Dus ik vind Joshua, kijk Joshua is een legende van vechtsport. Joshua is een, 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 een groot, groot kampioen geweest. Maar ik zie hem niet terugkomen van dit. Ik zie hem niet winnen van Dubois. Ik zie hem niet winnen van van, van van Usyk. Maar Joshua tegen Fury in de toekomst, mocht Fury verliezen van Usyk, dat lijkt me wel een mooie partij om te zien. Dus ik ben een supporter van Joshua. Het is hem wel gegund. Hij is een legende van de sport, maar hij is nu inmiddels 34, 35. Hij heeft alles verdiend. Hij heeft heel hij veel heeft geld. Bereikt ook, alles ja. bereikt. Dus die honger van hem, ik vind niet dat het nodig is. Ik denk dat het, dat het genoeg is. Nee Theodor, ik kan het niet meer dan eens met je zijn. Anthony Joshua, het is waarschijnlijk gewoon klaar. Bekijk nu de volledige aflevering van Warrior Talk op warriorcode.com. Oes! Het leven zit vol uitdagingen. Vegsport helpt jou daarmee om te gaan. Het geeft veel zelfvertrouwen. en leert je te beheersen. En het is vooral gezond en leuk. Samen met het Jeugdfonds Sport en Cultuur maken wij versport toegankelijk voor iedereen. We gonna, we gonna Vind de sportschool die bij jou past op doe mee.